We gaan starten en we gaan starten met een check-in aan de hand van twee vragen. Als leraar weet je niet altijd wat dat er speelt in een groep en ga je soms ook conclusies trekken. En dan kan een check-in ook wel helpen om zicht te krijgen op wat dat er in die groep speelt. Wat hindert je om hier op dit moment met je volle aandacht aanwezig te zijn? En wanneer ervaar je stress en hoe ga je er dan zelf mee om? Een check-in is dat zij iets mogen vertellen over een aantal vragen die je aanreikt. Dat ze zelf bepalen wat dat ze zeggen, hoeveel dat ze zeggen. Je verplicht ook niemand om iets te zeggen. En het is ook niet de bedoeling dat anderen daarop reageren. Wanneer ervaar ik stress? En doordat je zelf begint, maak je eigenlijk zelf ook deel uit van die groep en zet je niet boven die groep. Dan kom ik in de klas en dan begint iedereen te zeggen, ah, heb je dat al, heb je dat al? Dan denk ik van, ah nee, dat heb ik nog niet. Als er iets gebeurd is op een speelplaats, dan heeft dat een invloed in je les achteraf. Maar doordat ze daar iets over zeggen, breng je dat ook in de les en kunnen daar achteraf ook op teruggrijpen. En weten soms ook waar bepaald gedrag soms vandaan komt. Ik ben heel hard bezig ben met van de week een sollicitatie. Dus leerlingen of studenten geven zelf ook aan dat ze het fijn vinden dat ze met een check-in het gevoel krijgen dat hun ervaring ook gedeeld wordt door anderen. Dat ze er soms ook niet alleen voor staan. Dingen herkenbaar voor iemand.